Hoi. Hoor je me goed? Van heel dichtbij? Je kent me niet en toch vraag ik je om je over te geven aan wat ik zeg. Ik vraag je om je voor te stellen dat je in de zorg werkt. En dat is misschien heel makkelijk, want je werkt in de zorg. Maar misschien ook niet. Stel je voor dat je alleen bent in een kamer op je werk. En je voelt je hartslag nog hard kloppen in je keel. Je liep zojuist weg uit een situatie met Stephanie waarin je niet fijn voelde. En je collega moest het overnemen. Het lag misschien ook wel aan jou. Ja, aan hoe je je voelt vandaag. Het was zo'n chaotische ochtend. Met een wekker die niet afging, je jongste die niet naar school wilde, chagrijn aan het ontbijt van iedereen en een dieper gevoel van stress waar je geen tijd voor hebt om daarnaar te kijken. Maar je trok het gewoon niet. Die Stephanie die haalt echt het bloed onder je nagels vandaan. Zoveel verzet. En dat schelden, dat gaat echt onder je huid zitten. Het zuigt echt alle energie uit je weg. Je hebt je laten gaan. Je hebt geschreeuwd. Had je niet moeten doen. Gelukkig nam iemand anders het over. Je hebt het gewoon echt nodig om je even niet te verhouden. Je krijgt de tijd niet, want Mo komt binnen. Mo, wat loop je raar? Maar hij ziet dat er iets met je is en hij legt zijn hand op je schouder. Je wil niet huilen. Je houdt het in. Bij cliënten huil je niet. Daar heb je collega's voor. Bij hoge uitzondering huil je bij hen. Maar je bent hem zo dankbaar voor die hand. Hij ziet je. Mo, waarom loop je zo raar? Er zitten sokken van de vorige dag in zijn schoenen, zie je. Wie heeft jou aangekleed? Een stagiair. Heb je zo de hele weg gelopen? Het eind komt eraan. Je wil iets nieuws. Je bent klaar met deze doelgroep. Je wil je verder ontwikkelen. Maar eerst wil je rust. Gewoon even niks aan je kop. Een paar maanden om op adem te komen. Niet vergeten om dat op tijd te vertellen aan de groep. Ze zullen het wel moeilijk vinden. Ja, je ziet op tegen Stephanie's reactie. Die heeft zoveel behoefte aan stabiliteit. Maar ja, wie ben jij? Ja, je bent ook iemand. En je wil mensen niet zomaar loslaten. Ja, je bent nu eenmaal iemand die komt en gaat. Je hoopt zo dat je waardevol bent geweest. Het is zo moeilijk om je voor te stellen hoe het is voor hen. Dat komen en gaan wat eigenlijk nooit hun eigen keuze is. En voor jou is het werk, maar voor hen is het hun leven. Hoe mooi zou het zijn als ze zelf hun eigen begeleider kunnen kiezen. Dat ze kiezen aan wie ze hun verhaal toevertrouwen. En dan neem je je voor. Met aandacht weggaan. Je niet laten afschrikken of wegduwen. Ik kom afscheid nemen. Ja, je had het me al verteld. Ik ben vereerd dat je aan me dacht. Dag. Dag. Misschien ga ik je zelfs wel missen. Misschien ga ik je zelfs missen.